Machteld Huber, wat ontzettend fijn dat u hier aanwezig bent. We hebben beeld. Wij zitten hier prachtig in een soort jungle, een mini-ecosysteem. En ik ga met u het gesprek voeren over hoe positieve gezondheid er in de toekomst uitziet. Ja. Dat wordt een persoonlijk en openhartig gesprek, waarin u ook, voor de kijker belangrijk, ons gaat vertellen dat u eigenlijk een reis hebt doorgemaakt de afgelopen jaren en dat u tot een nieuw inzicht bent gekomen. Nou, we zijn heel erg benieuwd, want waar is die reis begonnen wat u betreft? Juist. Even kijken of dit het doet. Goed. Ik kreeg de vraag om hierover van eco naar ego te spreken. En heb ik een tijd mee rondgelopen. En tegelijkertijd waren er twee andere elementen die ook een rol speelden. Waarvan ik dacht, oh, en opeens kwam dat bij elkaar. Het eerste is dat bijna 10 jaar geleden is dat die publicatie in de British Medical Journal is verschenen. En dat is een doorbraak geweest. Want daar rechts op dat plaatje zie je de voorkant van British Medical Journal. Dat is een heel gezaghebbend tijdschrift. Ja. En daar verschenen we opeens met een artikel met een hele positieve aanbeveling. Met een voorstel voor een nieuwe omschrijving van wat gezondheid is. En nou is het spannend, 10 jaar geleden, wat is er dan die 10 jaar gebeurd? Dat was het ene, en daar ga ik het ook over hebben. Dan kwam dus die titel van ego naar eco en dat begon zich al te verbinden. En toen dacht ik, ja, maar het is ook een hele speciale dag vandaag. Ja. Namelijk, dit is de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Absoluut. En nou, wij kunnen daar denken, we kunnen niet stemmen, maar ik denk dat wij wel wat kunnen doen. En ik dacht, dat inspireert mij ook bij de inhoud die ik uiteindelijk voor nu gekozen heb. Om 12 uur gaan de stembureaus daar open. En als je 1 ding daar ziet, is daar is geen ecosysteem tussen die heren. En ook niet in de samenleving. Die is diep verdeeld en dat is dramatisch, vind ik. En als je daar ziet, is 1 al wantrouwen. Nou goed, ik begin eventjes met wat die publicatie van destijds teweeg heeft gebracht. En wat daar dus uit voort is gekomen. Ja. Want ja, iedereen zegt altijd, ja, gezondheid, het vermogen om je aan te passen, je eigen regie te voeren. En dan zeggen ze, dat is positief gezondheid. En ja, formeel klopt dat niet, want we gebruikten dat begrip überhaupt nog niet. Maar het is wel spannend hoe het dan verder is gegaan. Destijds, bij die conferentie waar dit uit voort is gekomen, bij de publicatie, had ik een heel dierbaar maatje. En dat is deze meneer, Alex Jadot. Mijn maatje van destijds. Maar heel recent heb ik hem teruggezien toen ik in Canada was. Nou, dat was meteen huggen. Dat kon toen net nog. En hij noemt mij zijn selected sister. We voelen ons ook zeer verbonden. Hij is, dat straalt er wel een beetje vanaf, een Zuid-Amerikaan, een Colombiaan. Hij is ook vaak nog in Colombia, maar hij is ook hoogleraar in Canada. En in ieder geval, ik zag hem dus terug na 10 jaar. En we hebben het gehad over wat ik had gedaan met dat concept en wat hij heeft gedaan. En toen bleek dus dat we hele verschillende wegen zijn ingeslagen. En we hebben het allebei zo druk dat we daar ook geen contact over hebben gehad. Maar ik heb het de ene kant ontwikkeld en hij de andere kant. En dat blijkt dus heel erg bevruchtend voor elkaar. In Nederland heb ik het uitgewerkt op het individuele niveau van de mens. Ja. Wat is voor jou belangrijk? En met die 6 dimensies is het breed geworden. En dat ben ik dus positief gezondheid gaan noemen. Hij is een andere kant uitgegaan. Hij heeft het helemaal ontwikkeld op het gemeenschapsniveau. En hij noemt dat de trusted networks. En dat is een prachtig, prachtig woord, vind ik dat al. Maar wat is nou de essentie ervan? Toen dacht ik, daar ligt de sleutel. Want positieve gezondheid gaat, ja, ego vind ik een beetje egocentrisch, maar het gaat wel over jouzelf. Wat is voor jou belangrijk? Toch begint voor mij gezondheid bij wat voor jou belangrijk is in het leven, je zingeving. Maar hij met zijn trusted networks, helemaal op de gemeenschapsvorming, zit volledig op het eco-niveau. En dat blijkt elkaar dus ontzettend te bevruchten. En wat is nou het mooie? En dat dacht ik, daarom past het. Positieve gezondheid heeft een sleutelbegrip en dat is zingeving. En de zingeving, daar bedoel ik mee de vraag, wat is voor jou belangrijk? Waar krijg je, noem ik dan, lichtjes van in je ogen? Mm-hmm. Dat je echt zegt dat alles gaat stromen, dat je blij wordt. Daar zit zo'n bron van gezondheid. En Alex Jadot heeft het woord vertrouwen heel centraal gesteld. En dat is fantastisch, dat verhaal, want hij werkt dus in Canada, maar hij is veel in Colombia. En daar heeft hij, zeg maar, al zijn familie nog wonen. En in Colombia is, nou, de economische toestand is dramatisch. Mm-hmm. De situatie van de gezondheidszorg is dramatisch. En daar is daar een verzekeringsmaatschappij, kan je zeggen hoe dat daar georganiseerd is. Die heeft hem gevraagd, kan je ons helpen om voor een groep van de allerlaagste ontwikkelde mensen en de allerarmste in de bevolking,
kan je helpen om daar een gezondheidszorgsysteem op te zetten wat voor hen ook hen zeg maar welzijn kan brengen. En dat waren 1,3 miljoen mensen. En daar is hij aan de gang gegaan om de hele boel te reorganiseren. Want hij zegt, het was volledig verstukkeld, allemaal los van elkaar. En hij heeft gezegd, dat kan alleen maar als we ten eerste niet gezondheid alleen maar als dat lichamelijke zien. Ja. Maar als inderdaad dat brede waar wij ook mee werken. Dat het ook om welzijn gaat en wat heb je nodig. Dus dat werkt al mee. Maar is met name gaan kijken van hoe kunnen we dat zo reorganiseren dat de mensen daarmee gediend worden en dat het ook nog betaalbaar is. Mm-hmm. Nou, hij is op die netwerkvorming gekomen van die gebaseerd is op vertrouwen. Vertrouwen is een sleutelwoord. En ik dacht, voor deze dag is het zinnig om die twee woorden naast elkaar te zetten. Enerzijds de zingeving voor jou persoonlijk, maar het vertrouwen in de anderen. We moeten het met elkaar doen. En de enige manier waarop je netwerken werkelijk kunt vormen en waar Amerika ook veel behoefte aan heeft, is dat men elkaar weer gaat vertrouwen. Ja. Dus ik dacht, dat stel ik centraal. En we zijn nu ook na 10 jaar klaar ervoor om deze twee te gaan integreren. En daarom vind ik de samenwerking met Alles is Gezondheid zo mooi. Want dat is natuurlijk ontzettend regionaal gericht. Ik denk dat de regio's ook de... Ja, ook zeggen eco en ego. Absoluut, absoluut. Maar als je die twee... we zijn inmiddels bezig om dus met elkaar ook het boek van Yadat over Trusted Networks aan de rechterkant zie je dat te lezen en te bestuderen. Maar in Nederland is het ook al. Want de Noordelijke Maasvallei wil ik daar als voorbeeld noemen. Dat is als eerste regio in Nederland begonnen ermee. 5 mensen hoorden een lezing, zeiden dit willen we. Nou, hier zie je dat we in 2015 al een kring vormden. Ik mocht daarbij meedenken hoe je dat zou doen. In 2017 hebben ze een pledge getekend bij Alles is Gezondheid. 30 organisaties doen daarmee in allerlei sectoren. Aanvankelijk was het alleen zorg, toen kwam het welzijn erbij. Toen het onderwijs, het bedrijfsleven, de woningsvoorzieningen. Allemaal doen ze mee. En dat is precies zoals ik het zie, wat positieve gezondheid in de toekomst kan zijn. Dus ik wil jullie meegeven, laten we vooral dat vertrouwen actief beoefenen. Want dat is echt een activiteit. Want het draagt niet alleen aan ons eigen netwerkje, maar ik denk dat het de hele wereld helpt. En in plaats van Trump en Biden wil ik hier eventjes Nelson Mandela citeren. Die zei, it always seems impossible until it's done. En het is mogelijk. Nou, dat wilde ik eventjes bijdragen. Ja, fantastisch, Machteld. Want ik vind het echt een prachtige reis die u vertelt. Hè? Van 10 jaar geleden... Ja. Toen bent u natuurlijk voor ons ook als een trots exportproduct de wereld overgegaan. Ja. Want dat hele idee van positieve gezondheid en uw aanpassing eigenlijk van de omschrijving van gezondheid is wereldwijd inmiddels geaccepteerd. En bijna breed. Overal. Ja, de WHO niet, dat maken we niet mee, maar het wordt ongelooflijk veel gebruikt. Ja. En dan die ontmoeting met Alex Yadat. Ik vind het een prachtig reis. Ja, eigenlijk een soort tweetrapsraket waar nu een derde raket bovenop is gekomen. Ja. En dat is echt het verbinden van ego en eco. Ja. Met dat prachtige voorbeeld wat we al hebben in de Noordelijke Maasvallei in Nederland. En wie weet kunnen we ook nog wel voorbeelden uit Colombia halen. En uit Canada waar hij intensief bezig is geweest. Ik denk dat er zeker te weten, dat weet ik 100% zeker, kijkersvragen zijn gesteld. Klopt dat, Tirza? Zijn er kijkersvragen binnengekomen voor Machteld Huber? Ja, zeker. Er zijn weer heel veel kijkersvragen binnengekomen. Ik denk dat ik inmiddels wel een stuk of 70 kijkersvragen heb. en ik wil nog even benadrukken dat die allemaal na te lezen zijn of te stellen zijn op één sociaal domein als ze hier niet aan bod komen. Maar in ieder geval een erg leuke vraag met een enige politieke inborst is voor Machteld. Wat zou je veranderen als je een dag op de stoel van Mark Rutte zou zitten? Ja, dat krijg je natuurlijk als je begint met de verkiezingen en Trump en Biden en Nelson Mandela erbij haalt. Dan wordt jou natuurlijk gevraagd wat je als Rutte zou doen als je een dag op de stoel mocht bij zitten. Bij ons is thuis de gevleugelde kreet van je zal maar in de schoenen van Mark Rutte staan. Maar goed, wat ik... Het is een waanzinnige verantwoordelijkheid die ze hebben. Maar wat ik mis, waar ik ook al wel over getwitterd heb, ik vind het zo'n gemiste kans dat ze niet juist nu massaal inzetten op het bevorderen van je eigen gezondheid. Want dat virus, ik snap best de maatregelen die er zijn, maar we weten allemaal dat je je weerstand kunt verhogen. En dat vind ik zo, Engeland probeert dat toch een beetje, maar dan zeggen ze, we hebben het preventieakkoord. Ja, dat is voor mij op het ogenblik... Maar goed, dus meer inzetten op hoe we zelf onszelf gezond houden. Ja, iedereen echt daar een massale actie van. Ja. Een massale hype van maken met allemaal role models die daarvoor gaan. En vooral het samen doen. Want dat herken ik ontzettend in wat Mark net zei. Je kunt mensen niet persoonlijk aanspreken, je moet het samen doen. Ja. Ik heb flink gerookt, maar ik ben er pas afgekomen toen ik het samen met iemand anders deed. Ja. En je moet gewoon, je hebt ook op dorpen die of plaatsen in Nederland die competities hebben van de wijk, de ene wijk tegen de andere, wie is het gezondste en dergelijke. Zo moet je het organiseren en daar nu op inzetten. Het is een gouden kans. Het zal onze
gezondheid bevorderen, maar het zal ook een blijvend effect hebben. En daarmee bevorder je ook die netwerkvorming. Dus dat zou ik als Rutte onmiddellijk... Onmiddellijk doen. Ja. Ook nog iets veranderen in het systeem, want we hebben natuurlijk wel gezien dat natuurlijk. In het uitvoeren van positieve gezondheid, ja. Ondanks alle prachtige handtekeningen, iedereen die pletjes et cetera tekent, in de uitvoering is het toch nog knap lastig. Hè? Want doet dan die corporatie uiteindelijk mee? Betaalt die verzekeraar dan ook? Krijgen we die school helemaal gezond met een gezonde speeltuin en gezond voedsel? En krijgen we al die mensen ook in het ecosysteem zo gepositioneerd dat als je buiten loopt dat je denkt, hey, dit daagt uit om gezond bezig te zijn? Ja, mijn ambitie is dat als we over 10 jaar hier weer zitten, dat we zeggen, inderdaad, de boel is totaal omgevormd. En ik denk dat we dat kan je niet eventjes in één dag regelen, maar daar zijn diverse mensen mee bezig met hele goede ideeën. En ik denk dat juist het feit dat we van onderop, vanuit coöperaties die er zijn, netwerken die aan het groeien zijn, ik denk dat de regio's echt de eenheid is die mensen kan samenbinden. Daar zie je experimenten komen om toch anders met het financiële ook om te gaan. Het systeem moet echt afgebroken en nieuw opgebouwd. Ja, dat zou je en ik denk ook, dat het helemaal vanuit die gemeenschappen zal moeten komen. Nou, en daar, nog even de verbinding leggen tussen wat Mark Levels aangaf. Hè, en uw benadering vanuit positieve gezondheid, ook vanuit het ego. Hè, voor vandaag veel meer gericht op die zingeving. Ja. We zetten natuurlijk ook binnen die activiteiten die u ontplooit, ook toch wel in op individuele interventies voor mensen. Waarvan u zegt van soms moet je het samen doen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nee, het is een combinatie. Ik bedoel, om het oude communisme. Ik las net nog een interview met iemand die in een communistisch systeem was opgegroeid, waar het alleen maar om de ander ging. En ze zichzelf moest wegcijferen. En dat werkt niet. Maar ik denk dat we van het aandacht voor je persoonlijke en dus niet het individuele ego-achtige graaien, maar het vanuit waarden gaan leven. En dat maakt je gezonder. Ja. Maar dat het, als je dat combineert met ook het samen met anderen doen, en juist op zo'n geïntegreerde, zo'n gedifferentieerde manier, zoals dat ook beschreven werd, dat is zo vervullend. En de ervaringen die ik daar zelf mee heb, in ieder geval, dat inspireert ontzettend. Maar je moet het heel erg in kleine eenheden beginnen. En vertrouwen is daar het absolute sleutelwoord. Absolute sleutelwoord. En dat zie je dus, die Maasvallei heeft het voor elkaar gekregen. 5 mensen die elkaar vertrouwden, er werden er steeds meer. En je moet die relaties blijven verzorgen. En dan als een soort olievlek in plaats van een spinnenweb, hè, of met het spinnenweb, dat gebruik je, kan dat het je eigen, ecosysteem worden daar aangepast. Vul je de rest op in. En ik denk dat ieder mens dan persoonlijk tot bloei kan komen en ook deel uitmaken van de gemeenschap. En ook dat is aangetoond in de Blue Zones, dat mensen heel erg gezond maakt. Dus over 10 jaar hebben we het voor elkaar. Over 10 jaar? Nou, ik hoop dat de kijkers in ieder geval een vraag hebben gesteld, zodat we kunnen kijken of we in de tussentijd tussen nu en die 10 jaar ook nog een antwoord kunnen ontlokken aan Machteld Huber. Klopt dat, Teerse? Is er nog een vraag binnengekomen? Ja, dat klopt zeker. Een van de vragen is, wat is voor jou een ideaal trusted network, Machteld? Wie zit daar allemaal in en hoe zorg je dan bijvoorbeeld voor diversiteit? Oké. Kijk, 1 ding is duidelijk, je moet dit niet van bovenaf organiseren. Het begint bij mensen die dit willen, die anderen gaan zoeken. Zo op allerlei plekken in Nederland is het zo ook aan het groeien. En het belangrijkste is, en dat doen ze in Colombia ook, het is niet alleen de zorg. Het is de zorg en het sociale domein. En de schuldhulpverlening. En überhaupt dat er werkgelegenheid is. Dus de ondernemers doen mee. De scholen vooral. Daar moeten we beginnen dat over 10, 20 jaar iedereen vanzelfsprekend weet hoe die voor zijn gezondheid. Al die partijen moeten gaan meedoen. En dat moet ook inderdaad financieel moeten daar vormen voor gevonden worden. Maar die horen er wel allemaal bij. Dank u wel. Machteld Huber, toch onze eigen James Bond 007 van de positieve gezondheid. Die vandaag een nieuwe visie neer heeft gelegd. Namelijk het verbinden met het ego en het eco. Met als voorbeeld de Noordelijke Maasvallei. Ontzettend dank dat u er was in deze prachtige studio. In onze plantrijke eco-omgeving. Ik hoop dat u in uw eigen omgeving nog steeds gemotiveerd bent om bij ons te blijven. Doe dat. Strek weer even een minuut uw benen. Dan zijn we zo direct terug met Reinier van den Berg, oud-weerman, maar tevens ook ondernemer. En hij gaat ons meenemen in een reis waarbij hij zegt, het is nog niet te laat. Leuk.